Dan even Victoria Pielsen. Daar zijn wij niet altijd even positief over. Maar jij die wil... bakker die dat gemaakt hebt, ja? Die mag niet meedoen met hele Holland bakken. Nee, dat denk ik ook niet. Die moet gewoon lekker in zijn bakkerijtje blijven staan. Beetje achterin, in ja, ja. Je doekie. Nee, maar er is ook niemand die een stukje durft te pakken. Nou, Jan, die gaat er wel een stukje nemen, toch? Of niet? Nee. Ja? Goed, man. Gewoon lekker met dat Hitlerboek erbij zo. Een stukje eten, man. Jij bent echt blij met dat Hitlerboek, hè? Ja, dus, hebben die foto's gezien? Nee. Wat zijn het voor foto's, Jan? Nee, dat was Vera Brown in de blote tokens. Ja. Eva. Ja. Maar dat maakt niet uit. Hij had maar twee privé-mensen. Dus die dokter en die fotograaf. En die fotograaf heb Eva, wat Johan zegt, aan hem gekoppeld. Aan Adolfie. Ja, maar ga je dan echt met rust en overgave dat boek dan zitten lezen ook binnenkort? Nou, wat moet ik dan gaan doen? Ja, nee, ja, ik probeer me dat gewoon voor te stellen. Je denkt, ik trek even een middagje terug met Adolf dan gewoon. Nou, dan ga ik vooral die foto's. En als een hele mooie foto is, haal ik hem eruit. Dan ga ik naar dat die fotograaf hem neemt en dan maak ik het een grote van. Ja, Jan heeft Adolf boven zijn bed hangen. Ja. Nee, maar ik probeer me dat voor te stellen, Jan. En dan? Waarom? Hoezo? Hoezo? Nou ja, die foto en dan uitvergroten, waarom? Nee, jij, wat heb jij voor de hobby? Ja, jij hebt geen hobby, jij. Ja, karaoke. Wat? Ja. Is dat toch veel erger, ja. Dan zeg ik toch ook niks van? Nou ja, dat ik lees je, boek ja. En ik ga er overal naartoe. Ja. Nou, ik had wat chaîne om boeken uit de Tweede Wereldoorlog, maar dan een boek van Hitler. Maar die mevrouw die boekenzaak zegt dat Mein Kampf is een van de best verkochte boeken op het ogenblik. Die is nu officieel op de markt. Hè? Ja, echt waar? Ja, die loopt als een tierenlier. Want iedereen is toch geïnteresseerd in hoe die gek... Ik zou ook wel willen lezen, wat de visie van die gek was. Ja, echt een klote boek. Ja, heb je het gelezen? Ja, echt een klote boek. Slaat helemaal nergens op. Het intrigeert wel. Je wilt eigenlijk toch wel lezen, eigenlijk, als ik erover heb. Eigenlijk voor je algemene ontwikkeling moet je het ook lezen. Maar het was lang een verboden boek, hè? Ik denk dat de enige politieke die het geschreven hebt, die het ook nagekomen is. Ja, helaas wel. Helaas wel, ja, die mafkees. Ja, dat kun je wel geruststellen, ja. Terug naar Victoria Pielsen. Is een kleine stap, ik weet het niet. Maar ik bedoel, Victoria Pielsen, daar waren we heel kritisch over. Die waren ook verkeerd in de oorlog, hoor. Ja, is dat zo? Ja, dat weet jij. Ja. Maar...